De paarden komen de laatste bocht door en gaan op weg naar de rechte lijn. Met aan de kop nog altijd Golden Avenue. Golden Avenue heeft de leiding als ze de laatste rechte lijn inkomen. Boer van Bremen dichterbij met Dravaliste ook nog in de front rank. Paarden hebben nog 600 meter te gaan. De laatste 600 meter van de groene grasmat hier op Duindicht. Met nog altijd Golden Avenue die de leiding verdedigt. Daar komt Elliot Charisma. Die gaat nu zijn serieuze claim zetten als ze de laatste 400 meter in gaan. Maar Golden Avenue lijkt nog altijd comfortabel. Heeft een tweetal lengte voor. Sprong op Broer van Bremen, Dravaliste en opkomend Elliot Charisma. Daar komt aan de buitenzijde ook Shake Hands nog naar voren. Maar wie kan het doorzetten? Dat is de vraag. Golden Avenue is nog altijd de leider. Dravaliste nu naar een duidelijke tweede plaats dan Broer van Bremen. Elliot Charisma's progressie is ineens teniet gedaan. Maar Golden Avenue, wat een specialist het er ook. Maar daar komt die Dravaliste. Maar Golden Avenue, die wint het nog gemakkelijk. Dravaliste tweede. Heel erg close voor de derde plaats. Aan de buitenzijde Shake Hands of aan de binnenzijde Broer van Bremen. De rechter heeft het laatste woord. Ja, de geweldige Golden Avenue slaat hier toe. En een mooie dubbel voor de stal werd gemaakt door Dravaliste, die als tweede binnenkwam. Paard dat eigenlijk bestemd was voor de recreatie. Totdat niemand hem wilde hebben. En Bas dacht, hij kan wel lekker op gras lopen. En dat is dan precies wat er gebeurde. Met Golden loop ik altijd even mee met Dennis. Want ja, Dennis, je was vol verwachting. En je maakt het volledig waar. Het was geen vuiltje aan de lucht, hè? Nee, ja, Misha komt heel hard hoor. Die verraste me wel. Maar ja, ik win het toch wel zeker. Ja, dat was de eigen stal. Jawel, maar ik wil wel winnen. Dat snap ik. Heel mooi, Dennis. Rij maar voor. Druk baasje deze Golden Avenue. De winnaar van het vriend van Fan van Renbaan Duindichtprijs. Kunt in de handen voor Golden Avenue, Dennis Minema. Paarden maken de volte. Standby. Start gevallen. Paarden zijn gestart voor de draverij over het gras. De afstanden 1900 en 1920 meter. Fakir Fanatic maakt een galoppade ook. Dick Liekso trui is niet al te schoon. Uitgeschakeld paard 4 en uitgeschakeld paard 1. Beide galop. Beide paarden zijn reeds uitgeschakeld. En na de start is het Dravaliste die de leiding heeft genomen. Met stalgenoot Golden Avenue. Uitgeschakeld paard 2. 2 galop. Die al naar voren komt. Piero Cavenga wordt ook uit koers genomen. Uitgeschakeld paard 6. 6 galop. Flatter Greenwood leidt ook tot uitschakeling. Behoorlijk uitgedund als de paarden de eerste bocht indraaien. Met aan de leiding Golden Avenue. Die heeft vanuit de tweede band al een koppositie kunnen pakken. En dan krijgen ze het allemaal moeilijk om die te kloppen. Zijn stalgenoot die verdedigt de tweede plaats, Dravaliste. En daarachter volgt op de derde plaats, opkomend aan de buitenzijde, Broer van Bremen. Dat zijn de best geplaatste paarden als we afgaan op de overzijde van de baan. Ceres die volgt achter de leiders over de hobbel gaan de deelnemers nu. De meeste slechten die hobbel goed. Behalve Ceres. Die heeft daar toch wat problemen. En valt terug door de galoppade. 10 galop. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. Als de deelnemers langs het laadje van Jochems komen, is er altijd Golden Avenue. Broer van Bremen op de tweede plaats. In derde positie. Daarachter liggend Dravaliste. En daarachter volgt dan Gina EMC. Met verder weg in het veld dan Elliot Charisma. En op twee lengten Shake Hands. Zo is het veld uitgedund. Dat is het enige wat we nog in de prominente positie over hebben. Als ze nu de laatste bocht gaan indraaien, Golden Avenue nog altijd leidt. Broer van Bremen op de tweede plaats en in derde positie volgt dan Dravaliste. Op de vierde plaats Elliot Charisma. 5 Gina EMC en zesde is op dit ogenblik Shake Hands. En dat zijn op dit ogenblik de paarden die de eindstrijd zullen gaan uitvechten. Maar die eindstrijd laat nog even op zich wachten, want we hebben vooralsnog 750 meter koers te gaan. De paarden komen de laatste bocht door en gaan op weg naar de rechte lijn. Met aan de kop nog altijd Golden Avenue. Golden Avenue heeft de leiding als ze de laatste rechte lijn inkomen. Broer van Bremen dichterbij met Dravaliste ook nog in de front rank. Paarden hebben nog 600 meter te gaan. De laatste 600 meter van de groene grasmat hier op Duindicht. Met nog altijd Golden Avenue die de leiding verdedigt. Daar komt Elliot Charisma. Die gaat nu zijn serieuze claim zetten als ze de laatste 400 meter in gaan. Maar Golden Avenue lijkt nog altijd comfortabel. Heeft een tweetal lengte voorsprong op Broer van Bremen, Dravaliste en opkomend Elliot Charisma. Daar komt aan de buitenzijde ook Shake Hands nog naar voren. Maar wie kan het doorzetten? Dat is de vraag. Golden Avenue is nog altijd de leider. Dravaliste nu naar een duidelijke tweede plaats dan Broer van Bremen. Elias Charisma's progressie is ineens teniet gedaan.
gedaan. Maar Golden Avenue, wat een specialist het toch ook. Maar daar komt die Dravalies. Maar Golden Avenue, die wint het nog gemakkelijk. Dravalies tweede. Heel erg close voor de derde plaats. Aan de buitenzijde, Shake Hands. Of aan de binnenzijde, Broer van Bremen. De rechter heeft het laatste woord.